Wat staat nummer 30? Bram van Polen, de aanvoerder. Hij aan de ene kant, aan de andere kant is de aanvoerder Cuco Martina. De opstelling van PEC met een paar wijzigingen in vergelijking met vorige week. Onder andere dus Taha weer terug in de ploeg van Hintem, terug van de schorsing. En ook Velios in de spits. En dan ook een drietal wijzigingen. Omdat ze afgelopen maandag afgedroogd werden in eigen stadion met 6-2 liefst tegen Jong Ajax. Die ballen al meteen aangekondigd. Ik ga er wat mensen uithalen. Een van die mensen die er is gesneuveld is clubtopscorer Velanos. Hij heeft er 13 in liggen. Maar mag dus vandaag, sterker nog, moet dus vandaag op de bank beginnen. Avond is bij elkaar voor de TOS op het moment dat Taha en Velios worden gehuldigd voor beste speler en beste talent. Velios vraagt zich, waar moet ik dan bij gaan staan? Bij beste speler of beste talent? Ah, 7 goals in 8 duels. 4 van die 7 maakte hij in de vorige wedstrijd hier. In die 13-0 tegen Den Bosch. Taha, geweldige voetballer. Mooie uitverkiezing. Talent van de derde periode. 5 goals. Nedim Djanim heeft ervoor gezorgd dat de wedstrijd is begonnen van Hintem met de eerste lange trap richting Velios. De Haak daar ook bij in de buurt. En de twee spitsen van NAC Breda lopen daar, Van der Zanden en Omarsson. Dat is het verdedigende werk van Thomas Beelen. Toch balverlies. Ja, die eerste schot daar is eentje die wordt gepakt door Jasper Schendelaar. Keeper van PEC Zwolle. En vandaag krijgt te horen dat hij definitief in de selectie van Jong Oranje is opgenomen. Matthew Garbett met het schot. Daar veel beweging. Het is lastig, dan moeten de tegenstander steeds keuzes maken. Davy van den Berg met het schot. Dat gepakt wordt zonder problemen door Kortsmit. Hibala zei voor de wedstrijd al dat het zal voor ons voornamelijk een wedstrijd worden tegen de bal. Tegenstander veel balbezit. Hoe staan wij? Hoe gaan wij daarmee om? Hoe opofferingsgezind zijn we? Hoeveel vuile meters maken we? Voorlopig houden ze stand een kwartier lang. Maar dan is het hier. Nou ja, geen volle uithaal van Huiberts. Anders was dat na een aardig kwartier van NAC de mogelijkheid om 1-0 te maken voor PEC. Van Hintem. Aardige combinatie. Thomas, goede bal nu. Meedoen. Janin strak voor. En dan wordt hij dan alsnog gemist door Huiberts. Die met zijn rechter naartoe glijdt. Als Thomas daar ineens het gat ziet, Meedoen Janin vindt, zijn bal wordt nog even aangeraakt. Daardoor is hij te scherp voor Huiberts. Velios. En dan Meedoen Janin. Niet vol geraakt. En dus naast. Dit is Taha. Bal voor Velios. En die komt over. ...77% balbezit voor PEC Zwolle in deze wedstrijd. Natuurlijk een paar keer geschoten. Een paar keer redelijk gevaarlijk geweest. We zijn meer dan een half uur onderweg en nog steeds de stand van 0-0. Hoe kom je de 16 in? Kansrijk de 16 in. Van Hintem. Van den Berg. Nou, dan heb je inderdaad zo'n man aan de zijkant vrijgespeeld. Taha komt daar net niet tot een schot. En zij houden de moed erin. En waarom ook niet? De supporters van NAC Breda weten ook wel dat hun ploeg hier niet naar Zwolle is gekomen om de schoonheidsprijs in ontvangst te nemen.
Een puntje is voldoende. Zolang het gelijk blijft, is het natuurlijk altijd die mogelijkheid om heel smerig op voorsprong te komen. Meedoen Janin gaat dichtgelopen. En dus is het schot van Meedoen Janin daarom niet hard genoeg. Kreeg je het ook niet voor elkaar om de bal aan Velios mee te geven. Leek ineens de ruimte te hebben, maar Martina en Vet sluiten daar de deur. Vet komt weg van de belt. Goeie bal. Taha Velios, net niet. Dat is het voorlopig in deze eerste helft. Wel vaker, net niet. Thomas van den Berg. Weggekopt door Vet. Hij kan heel ver gooien. Heel ver kan hij gooien, zelfs zover, omdat er van enige paniek op sprake is. Thomas wel in het doel, de bal niet. Achterop gaan spelen. We gaan het zo zien. Agogiel in de bal. Hij was de linker wingback. Dit is wat kort terug, Agogiel. En dit is alles wat je verzonnen hebt in de rust om het misschien anders te doen, want daar lijkt het in de beginfase, de eerste seconde wel op. Maar dan is die bal terug te kort. En waar ze dan de hele eerste helft tegenaan hikten, krijgen ze in de tweede helft direct cadeau. En Huiberts is de doelpuntenmaker. Veel te zacht terug. En via een carambolage is het de vroege treffer. Foutje Agogiel. Onwa. De bal over de zijlijn. Verwijt het publiek naar McNulty. Huiberts. Velios terug. Huiberts. Schot komt er niet uit, maar dat was wel een herkansing. Huiberts. En kort met de redding. Ja, je kan hem niet zeggen dat die omzetting bij NAC nou heel erg goed uitpakt. De 16 in Van den Berg terugleggen, Meedoen Janin Van den Berg. Thomas. Meedoen Janin terug, Thomas. Als het geen buitenspel is, is het prachtig. Als dit een goal was opgeleverd, had opgeleverd. Maar dat werd het niet. En zo niet voor het eerst. In de eerste helft zagen we ook een paar van dat soort momenten. Een breedte balletje op het einde. Dat lukt dan net niet. Omgba. Dit is allemaal zo'n steken. Dit is de kans op de gelijkmaker. Goed uit de goal komen. Schendelaar. Mogelijkheid voor Matthew Garbett. Daar waren ze. Zeer gevaarlijk. Goed gekiept van Schendelaar. Taha. Naar binnen. Taha voor het schot. Dat scheelt verdraaid weinig. Schitterende actie van Younes Taha. Eerlijk naar binnen. En dan daar uithalen richting verre hoek. Kortsmit vloog. Maar kwam er nooit aan. Scheelde niet veel. Weer vandoor en nu het volgende schot, de dreiging daar in ieder geval van. Er wordt veel elkaar wat gegund.
Paasje links, paasje rechts en nog een eentje gegeven. En uiteindelijk is het T die het doel niet weet te vinden. Herman, nou terug van Hintem, Schendelaar een beetje ver uit zijn doel en kwam in een soort niemandsland terecht. Heeft dan het geluk dat Herman die bal overschiet. Doorkoppen en oeh, bijna eigen doelpunt, gaat hij er alsnog in? Ja! T met de 2-0 en dan is het wel gedaan. Zijn 15e. Dat moet als een bevrijding komen. En dat ging allemaal niet vanzelf. Toen het meer schoten, meer kansen. En de treffer uiteindelijk als de bal via Staring op het eigen doel wordt gekopt. Op de latta van T die het afmaakt. Volgende wedstrijd is Jong Utrecht voor PEC. Dan is het Eindhoven uit. Telstar thuis. En Almere uit. Zou toch ongeveer het moment daar zijn dat de promotie gevierd kan worden. Wie houdt PEC tegen? Vandaag NAC in ieder geval niet. Hoewel PEC dan misschien niet heel geweldig speelde. Wel veel balbezit had. Maar dat stond NAC ook wel toe. Zeker voor rust. Aardig wat schoten, aardig wat kansjes. Maar net op het laatst niet. En dan door een fout meteen aan het begin van de tweede helft. Door Agogiel. Daar profiteerde Huiberts van. En op het eind scoort T. Je kan niet elke wedstrijd met 13-0 winnen, fluitend richting zegen. Maar als je ook dit soort wedstrijden weet te winnen, dan ben je goed op weg. Dat zullen zij ook wel beseffen, de fans. Met dus de 2-0 zegen van PEC op NAC Breda.